Goedemorgen gemeente, we heten u en jou, onze gasten en al degenen die nu of later deze dienst met ons meebeleven, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend gaat ons voor onze eigen predikant, dominee van der Ree. En de schriftlezing is uit Genesis 33, het hele hoofdstuk. En het thema van de preek is goud. De collectes, de fysieke collecte in de dienst wordt gehouden voor de slotslang en is vandaag bestemd voor de diaconie. In verband met Israëlzondag zullen we deze gedeeltelijk bestemmen voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. Zoals de naam al zegt, is een belangrijke doelstelling van deze stichting het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Dit kunnen ze niet zonder uw gebed en uw financiële steun. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. Een extra gift kunt u voor dit doel overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie. Dan nog een paar herinneringen. Gebedsuur is morgenavond om 19:30. De pnielveiling die is gepland op 15 november aanstaande. Er is al een leuke lijst met diverse activiteiten, diensten en producten, maar er is ook nog volop ruimte. Daarom de oproep om ook nog iets aan te bieden. En dat is nog mogelijk tot 15 oktober. En voor nadere informatie verwijzen we u naar de zondagsbrief. Dan koffie drinken. Vandaag is het de eerste zondag van de maand en is er na de dienst weer de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie of thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er limonade. En hiervoor wordt u allen hartelijk uitgenodigd. We gaan nu twee psalmversen zingen die een deel van de kinderen de afgelopen week op school hebben geleerd. En dat is psalm 63, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 16, daarvan het derde en het zesde vers. Getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. En ook het zesde vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 3 en 6.
Dat pad van het leven, het levenspad zoals de Heere ons dat wijst, dat maakt hij ook duidelijk in de wet die we mogen lezen vanmorgen. De 10 geboden waarmee hij ons laat zien wat goed is en hoe wij ook ons leven hebben te besteden in zijn dienst. En dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest. En wij willen antwoorden op het lezen van Gods wet met Psalm 119, het 84ste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord en de aanwezigheid van zijn Heilige Geest daarbij. Wij willen in onze dankzegging danken dat broeder A.M.A. Diepeveen van de
nachtbouwooglaan 11 weer het ziekenhuis mocht verlaten. Hij is voor revalidatie nu opgenomen in revalidatiecentrum Elias in Bennekom. Wij willen in onze dankzegging ook denken aan zuster Ramona van Doorland Valkenburg van de Pollux 90. De operatie aan haar elleboog die ze eerder heeft gehad, die is goed verlopen. En ze is weer thuis. De komende weken mag ze haar elleboog niet gebruiken. En daarna moet een periode van revalidatie volgen. We willen ook danken dat samen met zuster M. Weststraat de Schorer van de Framboos 43. Zij is geopereerd aan haar knie en die operatie is ook goed verlopen. Ze verblijft op dit moment nog wel in het ziekenhuis. En wil ook bidden voor de Stichting Steun Messias Belijdende Joden, waarvoor wij op deze Israëlzondag onze gaven mogen geven. Laten wij bidden en danken. Heren, wij komen op de morgen van deze dag bij u. En wij zoeken u, heren, met verlangen. Ja, laat dat zo zijn in ons hart. Wij hebben vanmorgen het morgenlicht weer ontvangen. De zon is opgegaan. En de dageraad brak aan. En vandaag is het zondag. Rustdag. Dag van uw opstanding. Dag om te rusten van ons dagelijks werk. Maar ook om de rust te vinden die ons verstand te boven gaat. De rust van u, Heer Jezus. Dat levenspad waarover we zojuist ook zongen. En Heren, dan mogen wij hier in uw huis komen. En geef dan dat vanmorgen ook waar mag worden. Zoals we zojuist begonnen met deze dienst. Dat uw goddelijke eer hier in uw heiligdom mag blinken en schitteren. Buiten schittert de zon. Laat hier binnen u als de zon van de gerechtigheid voor ons opgaan en ons verlichten, Heer Jezus. En laat het dan zo zijn dat we beter dan het tijdelijk leven dat ons ook in de afgelopen week druk heeft gehouden, waar we mee bezig zijn geweest met alles wat we op ons levenspad kregen, dat we vanmorgen zullen zien en zullen belijden, beter dan dat tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Heere, leid ons daar naartoe. Doe dat weer opnieuw. Heere, dat is zo heerlijk als we zo omvangen worden door uw goedheid en door uw heerlijkheid. Dat al het andere van ons afvalt. En wij alleen u nog zien in uw pracht en in uw majesteit. Heere, dan is het een goede dienst. Dan zijn we even alleen met u. Dan mogen we als gemeente u ontmoeten en zien. Wilt u het geven? Het kan alleen als u met uw Heilige Geest dat in ons bewerkt. Wilt u met uw Geest aanwezig zijn bij de opening van uw woord en bij de bediening van dat woord? Wilt u uw dienaar alles geven wat nodig is als hij uw woord mag uitleggen en geroepen wordt dat aan de harten van de mensen te leggen? Heere, geeft u de goede woorden. Zegent u dat. En geef ook als we hier luisteren of ook thuis met deze dienst verbonden zijn, dat dan onze gedachten niet worden afgeleid, maar wij in rust geconcentreerd ons tot u kunnen richten en uw woord mogen ontvangen. En wilt u dan met uw Heilige Geest zo werken in ons leven dat er vruchten zullen komen van geloof en bekering die u eren in wie u bent. Heren, wij danken u dat wij in alle rust vanmorgen op konden komen naar de kerk. En dat in een wereld waarin er juist ook zoveel onrust is, Heren, we horen ervan, we zien ervan. We bidden u, Heren, of u juist ook op die plaatsen wil zijn waar oorlog is,
We denken ook in het bijzonder aan de situatie in Israël, in Libanon, in de Gazastrook. Heere, wilt u vrede geven? Vrede voor Jeruzalem. Heere, wij bidden u voor het Joodse volk, ook op deze Israëlzondag. Het is het volk dat de verbonden heeft, Heere, waar u zich aan verbonden hebt ooit. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, wilt u geven dat zij ook u zullen leren kennen als de God van Yeshua. Dat ze in u, Heer Jezus, de Messias mogen herkennen en ontdekken. En zegent u dan ook de Joden, de Messias belijdende Joden die u hebben gevonden. Wilt u geven dat zij voor hun volksgenoten een goed getuigenis mogen zijn. En dat ze van u, Heer Jezus, mogen vertellen. Wij bidden u, Heer, of u ook het werk van de Stichting Steun Messias Belijdende Joden wil zegenen. Wanneer zij dat ook willen ondersteunen en bevorderen. Zegen onze gaven die wij daarvoor vandaag ook mogen geven. Heer, wij bidden u of u wil zijn met allen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Wanneer we te maken hebben met ziekte en zorg. Geef ons ook een dankbaar hart als er reden is om in moeilijke omstandigheden u te kunnen danken. Heren, we doen dat ook samen met broeder Diepeveen, die op wonderlijke wijze door u in het leven is gespaard. En hij mag nu revalideren in Bennekom. Heren, wilt u met hem zijn en met zijn vrouw en alle die om hem heen staan? Heren, geef hem weer nieuwe kracht. Wilt u verder herstel ook geven? En dat hij daarin ook u, Heere, mag groot maken. Als de drie-enige God. Heere, u heeft voor hem gezorgd. Zowel in het tijdelijke als ook in het eeuwige. Wees u hem ook blijvend nabij. Heere, wij bidden u voor zuster Ramona van Doorland. We danken u dat ze weer thuis is na de operatie die ze moest ondergaan. Heere, wij bidden u of u ook verder herstel wil geven. Wanneer ze in de komende tijd ook nauwelijks haar arm kan gebruiken. Heere, wilt u geven dat alles goed mag herstellen. En wees u ook bij haar in het proces van revalidatie. Geef haar daarvoor kracht en moed. Steeds weer opnieuw. Wij danken u dat zuster Westraten werd geopereerd aan haar knie. En dat die operatie ook goed is verlopen. Heere, wees u bij haar wanneer ze op dit moment nog in het ziekenhuis verblijft. Geef dat ze weer naar huis mag terugkeren. Wilt u ook dicht bij haar zijn in haar omstandigheden. En geef dat ze haar oog mag slaan op u als de helper en de genezer, de verlosser van ons leven. Heere, wij bidden u ook voor anderen. Als we te maken hebben met ziekte, als we te maken hebben met psychische belasting. Heere, wilt u ons helpen dat te dragen? Sterk ons en geef ons moed. Laat uw trouw elke dag weer nieuw over ons zijn. En Heere, geef ons zo uw zegen ook vandaag. Wij bidden u of u wil zijn met alle die in en rondom deze dienst een taak hebben gekregen. Wanneer ze hun gaven mogen inzetten tot opbouw van uw gemeente. Heere, geef dat we dat met vreugde zullen doen, tot eer van u. Vergeef genadig, Heere, al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, het gebeurde in het jaar 1848 in Amerika, in de staat Californië. Zoals elke dag inspecteerde timmerman James Marshall zijn watermolen. Die gebruikte hij voor zijn werk, hij was ook houtzager. En die molen die zorgde ervoor dat hij dat hout kon zagen. En ook nu liep hij langs het beekje dat naar die molen toevoerde om te kijken of er niet allerlei dingen in het water waren die eventueel die molen zouden kunnen beschadigen. Die moest hij dan uit het water halen.
En hij liep langs dat beekje en hij keek erin en wat zag hij daar? Daar lag iets te glinsteren, te blinken. En hij pakte het. En wat heeft hij daar opeens in zijn handen? Een brokje goud. Een klein goudklompje. En verbaasd loopt hij ermee naar het woonhuis van zijn baas. En samen kijken ze er nog eens goed naar. En ze gaan nog terug naar die plek. Om nog eens te kijken. Ja, het blijkt echt goud te zijn. Het lag zomaar voor het oprapen. Daar in het water bij de molen. En eerst proberen James en zijn baas hun vondst geheim te houden. Want ze hebben wel bedacht samen wat er gebeurt als dat bekend zou worden. Dan zou iedereen hier in Californië komen zoeken naar goud. Want het ligt zomaar voor het oprapen. En enkele maanden ging dat goed, tot op een zeker moment er toch iemand lucht van krijgt. Dat bij de molen van Marshall goud is gevonden. En hij gaat erover vertellen. En wat er dan gebeurt, jongens en meisjes, een enorme stoet mensen, overal vandaan, komt naar dat kleine plaatsje, naar die molen en naar het gebied eromheen, om goud te zoeken. Ze komen zelfs van de andere kant van de oceaan, uit Europa. Het ligt daar zomaar voor het oprapen, horen de mensen. En ze laten alles achter zich wat ze op dat moment hebben. En ze gaan op weg om naar goud te zoeken. Want als je goud hebt, ja, dan ben je rijk. Dan heb je opeens een veel mooier leven. Het is het begin van de goudkoorts in Amerika. Maar helaas, bijna alle mensen komen bedrogen uit. Want naar dat goud moet je hard zoeken. Daar moet je eigenlijk mijnen voor maken. Diep onder de grond gaan zoeken. En sommigen vinden wel wat goud. Maar het is nooit genoeg om echt rijk van te worden. En de meesten vinden niet eens wat. Al die mensen, jongens en meisjes, die gingen voor goud. Als we dat nou maar hebben, ja, dan worden we gelukkig. Waar ga jij eigenlijk voor in je leven? Wat denk jij nodig te hebben om echt gelukkig te zijn? Veel geld later? Een dure auto om in te rijden? Een hoop spullen? Veel cadeaus? De Bijbel zegt wat anders. Wil je echt gelukkig worden, dan moet je niet voor goud gaan, maar voor God. Dat scheelt maar één lettertje, de letter U. Goud en God. Moet je de U weghalen. Dan gaat het dus niet om jezelf, maar om God. Hij maakt je echt rijk. Hij wil je het eeuwige leven geven. Daarvoor is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. En dan hoef je niet van alles, zelf van alles te gaan doen. Hoef je niet op reis naar een ander land of zo. Hoef je niet heel hard te gaan werken. Nee, je hoeft alleen maar je handen te vouwen. En aan de Heere God te vragen: Heere God, wilt u mij dat geven? Wilt u mijn God zijn? Want dan ben ik echt rijk. Wie dat ook heeft geleerd, dat is Jacob. En we gaan over hem lezen. Terwijl zijn tweelingbroer Esau voor goud gaat, gaat Jacob voor God. We gaan dat lezen, gemeente, in Genesis 33. En na de lezing daarvan zingen we uit Psalm 17, versen 1, 7 en 8. Psalm 17, 1, 7 en 8. Na de schriftlezing. Ik zal straks in de preek nog wel iets vertellen over de aanloop. We hebben dat de laatste maanden wel gezien, maar het is al even geleden dat we Jacob hebben gezien, toen in hoofdstuk 32. Dus we vallen er een klein beetje in, maar dat komt straks goed, dan heeft u de draad weer te pakken. Genesis 33. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag en zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. En hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan. Lea en haar kinderen daarachter.
en Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En ze huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen en hij vroeg: wie heb je daar bij je? En Jacob zei: dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en ze bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en ze bogen zich neer. En toen vroeg hij: wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? En hij zei: die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn heer te vinden. Maar Esau zei: ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei daarop: nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb uw aangezicht gezien, alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. En omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. En Esau zei: laten we opbreken en verder gaan en ik zal met je meegaan. Hij zei echter tegen hem: mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn en dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij me heb. Als men die maar 1 dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zei Esau: laat mij toch enkele uit het volk dat bij mij is bij je plaatsen. Maar hij zei: waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer. En zo ging Esau die dag zijns weegs terug naar Seir. Maar Jacob trok naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. En daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. En Jacob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. En hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam: de God van Israël is God. Tot zover.
Na de preek zingen wij uit Psalm 73, vers 13 en 14. De tekst voor de verkondiging van vanmorgen is Genesis 33, vers 9 tot en met 11. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer, laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk dat uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. En hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Het thema voor de preek is goud. Eerste gedachte, goud. Tweede gedachte, halen we de u weg, God. En de derde gedachte, en u. Gemeente, ziet u hem daar strompelen? Jacob. Heeft een nacht achter de rug die hem gebroken heeft. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, want hij heeft geen oog dicht gedaan. Noodgedwongen de nacht waken doorgebracht daar bij de Jabok, een zijriviertje van de Jordaan. Want wat gaat er allemaal door hem heen? Jacob is terug. Terug bij de grenzen van het land Kanaan. Dat land dat hij nou 20 jaar geleden had verlaten. Toen op de vlucht voor zijn broer Esau. Met list en bedrog had hij Esau immers eerst geboorterecht en eerst geboortezegen afhandig gemaakt. Esau had dat recht voor een bordje linzensoep achterloos verkocht. En hij was dat voorval zo weer vergeten, maar Jacob niet. Die was eraan blijven denken. En toen Isaac oud geworden was en hij zijn kinderen bij zich had geroepen om hen te zegenen, omdat hij voelde dat hij zou gaan sterven, toen had Jacob met hulp van zijn moeder Rebecca zijn blinde vader verleid. En zo was de zegen op hem gekomen. De zegen van Abraham, die zou voor hem en voor zijn kinderen zijn. God zou gaan doorwerken langs de lijn van Jacob en niet van Esau, de eerstgeborene. En Esau was woest geweest. Hij had stampij gemaakt, wat maak je me nou? Hij was zo boos geweest dat hij zich had voorgenomen om Jacob te doden. En daarom was Jacob gevlucht, hals over kop de woestijn in, naar Haran, naar zijn oom Laban. En nou is hij terug. En dit keer niet alleen. In Haran is Jacob rijk geworden. Hij heeft een heel leven opgebouwd. Een familie. Vrouwen, kinderen. Heel wat kuddes. Haran heeft in 20 jaar tijd Jacob grote zegen gebracht. Voorspoed. Maar ja, zal hij het kunnen behouden? Want nou staat hij daar bij de Jordaan. Nog even en hij is weer terug in het land waarvan God tegen Abraham had gezegd, dat zal voor jou en je nakomelingen zijn. Nou Jacob, nu sta jij in die lijn, ga er dan nu maar binnen. Ja, maar het gaat niet zomaar. Want daar komt Esau. Jacob had de dagen ervoor al gehoord dat Esau onderweg was. Vanuit zijn woonplaats Seir. In het zuiden van het Overjordaanse had Esau 400 ruiters gezadeld. En die trekken nu zo door het Overjordaanse van het zuiden naar het noorden op weg naar Jacob. En de schrik slaat Jacob om het hart. Wat komt Esau doen? 400 ruiters. Ja, dat kan niet goed zijn. En Jacob was weer op zijn Jacobs gaan nadenken en handelen. Zo leren we hem kennen in de Bijbel. Echt zo'n doe-het-zelver. Eentje die geleerd heeft zijn eigen boontjes te doppen en met handigheid en slimmigheid het steeds weer te redden en er tussendoor te komen.
En daarom had Jacob voorzorgsmaatregelen genomen, had zijn karavaan in tweeën gedeeld. Kon er altijd nog één deel in ieder geval een veilig heen komen zoeken. En Jacob was ook een charme-offensief begonnen. Hij had verschillende kuddes samengesteld. En steeds met een poosje ertussen had hij ze richting Esau gestuurd. Hier Esau, allemaal voor jou. De ene golf na de andere aan cadeaus. Want, zo had Jacob gezegd, zo hoopte hij genade te vinden in de ogen van zijn broer. En toen was de nacht gekomen. Die nacht vol onzekerheid. Die nacht waarin Jacob gebroken werd. Want er was opeens die man geweest. In het donker had hij Jacob opeens vastgepakt. En Jacob was gaan vechten. De hele nacht was het een worsteling geweest. Dan weer had Jacob de overhand. Dan weer die onbekende man. Wie was het? Ja, gaandeweg was Jacob tot de overtuiging gekomen. Het is de Heere zelf. En toen de dageraad zou aanbreken en die man wilde weggaan, toen had Jacob hem vastgehouden. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En toen werd hij gezegend. Jacobs naam werd veranderd in Israël. In plaats van bedrieger, hielenlichter, werd het strijder met God. Want, zo zei de Heer het, u hebt met God en mensen gestreden en u hebt overwonnen. En toen had Jacob die plaats Peniel gegeven. Want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. En toen was de zon opgegaan. Toen Jacob 20 jaar geleden via Bethel het land had verlaten, was de zon juist ondergegaan. En nu was de zon opgegaan. Het werd licht in zijn leven. En dan komen we aan het begin van hoofdstuk 33 deze Jacob tegen. Strompelend, want die man die heeft hem mank gemaakt aan zijn heupzenuw. En dan tuurt Jacob in de verte en wat ziet hij? Ja, daar komt Esau aan. En gemeente, dan zou je zeggen, nou Jacob, je bent nou zeker niet bang meer, hè? Je hebt God gezien. Hij heeft je gezegend. Je hebt het zelf gezegd. Ik heb hem gezien. En mijn leven is gered. Nou ja, dan kun je toch alles aan. Maar wat doet Jacob? Je merkt toch de nodige angst? Jacob die zet zijn familie in een heel bepaalde volgorde. Slavinnen Bilha en Zilpa met hun kinderen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen. En daarachter Rachel met haar enige kind, haar zoon Jozef. Het is op volgorde van hoe lief hij ze heeft. Dat is weer Jacob. Zelf ooit ook een lievelingetje. En nou heeft hij als vader ook zijn voorkeuren in het gezin. We hebben dat eerder al gezien. Hoeveel ontwrichting en ellende dat ook gegeven heeft. En Jacob zelf gaat dan wel voorop. Met zijn broer in aantocht knielt hij 7 keer achter elkaar. Om toch vooral maar te laten zien dat hij geen kwaad in de zin heeft. En dat hij de mindere wil zijn. Toch de mindere. Alles maar om ervoor te zorgen dat Esau hem niet zal doden. Maar dan komt Jacob zo beschaamd uit met zijn angstgemeente. Want het blijkt dat hij zich zorgen om niks heeft gemaakt. Als Esau bij hem komt, dan snelt hij hem tegemoet. Hij omhelst hem, hij kust hem en ze huilen samen. Het is een ontroerend moment. Het heeft iets weg van het familiediner. U kent dat tv-programma misschien, waarin familieleden die ruzie hebben gekregen ooit met elkaar en elkaar dan soms al jaren niet hebben gezien, dan weer samen worden gebracht. Dan is er soms van alles gebeurd in het verleden, maar het komt soms voor dat ze elkaar dan toch in de armen vallen. Want ze hebben elkaar toch gemist. En dan wordt de oude vete uitgepraat. Dan is er verzoening.
Nou ja, zo vallen Jacob en Esau elkaar hier in de armen. En het lijkt helemaal goed te zijn. Want dan ziet Esau alles wat Jacob bij zich heeft. Hij kijkt over de schouder van Jacob en hij ziet daar die vrouwen en die kinderen. En die buigen ook voor Esau als die ernaar gevraagd heeft. En Esau had ondertussen ook al kennis gemaakt met al die golven aan cadeaus die zijn kant op waren gekomen. En dan vraagt Esau aan Jacob: Jacob, wat wil je nou met dat hele leger dieren dat ik ben tegengekomen? En als Jacob dan op heel nederige toon zegt: die waren bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Dan zegt Esau: mijn broer, zo spreekt Esau Jacob aan, we zijn toch broers, ik heb veel. Laat wat je hebt van jou blijven. Je hoeft me niet al die cadeaus te geven. Ik heb zelf genoeg. Weet je wat heerlijk, toch? Als het zo gaat. Alles waar Jacob bang voor was, daar komt niet uit. En gelukkig maar, Esau is al lang niet boos meer kennelijk. In die 20 jaar is er niet alleen in Jacobs leven heel veel gebeurd. Heeft de Heer hem rijk gezegend. Een gezin, een stapel vee van heb ik jou daar. Ook Esau is rijk gezegend. Nou ja, zo noemt hij het zelf niet. Het woordje zegen, dat komt niet uit zijn mond. Hij zegt eenvoudigweg: ik heb veel, ik heb genoeg, zo kun je het ook vertalen. Ik heb geschenken niet nodig, Jacob. Ik heb alles wat ik hebben wil. Ik ben een self-made man. Iemand die op eigen kracht het gemaakt heeft in het leven. Ja, en dan herken je weer Esau. Maar dat is toch typisch Esau. Dat zat er al in toen hij nog als jonge jongen op jacht ging in het veld. Daar moet je ook zien te overleven. Het leven is een hard bestaan. Je moet zorgen dat je er tegen bestand bent. Zorg dat je kostje gekocht is. Zorg dat je aan je trekken komt. Richt je op het organiseren en het maken van je succes. Dan ben je een jager. Dat is Esau. En gemeente, hoe komt het dat Esau hier Jacob dan zomaar in de armen kan vallen? Is dat omdat er in die 20 jaar met alles wat er gebeurd is, dat hij dat allemaal vergeten is? Is Esau misschien heel vergevingsgezind? Zou mooi zijn. Is het voor hem vergeten en vergeven? Jacob, jij wilde in mijn ogen genade vinden. Daarom stuurde je al die cadeaus natuurlijk. Nou, je krijgt genade. Ik vergeef het je allemaal wat je me hebt aangedaan. Was dat maar zo? Dat zo door Esau zou worden beleefd. Dan zou die een voorbeeld voor ons zijn. We hebben er wel eens moeite mee, toch? Als iemand je iets heeft aangedaan, dat je dan die ander echt kunt vergeven. Wij zijn er nog wel eens goed in om al die oude koeien weer uit de sloot te takelen. Geneigd om die ander vast te pinnen. Eens een dief, altijd een dief. Eens een schuinsmarcheerder, altijd een schuinsmarcheerder. Gemeente, we hebben er zoveel moeite mee. Om werkelijk op die christelijke wijze, want dat is het. De wijze van Christus, de manier van de Heer Jezus, met elkaar om te gaan. Als die ander je iets heeft aangedaan, dat je dan ook berouw toont. En die ander, dat die ander dan ook om vergeving vraagt. En als een ander dan zo bij je komt, dan vinden we het soms zo moeilijk om dan ook vergeving te geven. Om het ook weer echt goed te maken. Om die ander dan genade te schenken. Wat die persoon in zichzelf niet verdient, dat je dat dan toch geeft. Omdat je weet wat genade is. Je zou je kunnen denken, het is toch mooi van Esau. Maar is dit het wat hem drijft? Is die vergevingsgezind? Ik denk toch eigenlijk van niet. Het is eerder zo dat Esau die hele beleving van schuldig zijn en dan toch genade moeten ontvangen, ja, dat hij dat helemaal mist. Hij heeft daar helemaal geen,
geen antenne voor. Esau is iemand, gemeente, bij wie de geestelijke dimensie van zijn leven ontbreekt. Esau die leeft alleen maar horizontaal. Als die hier zegt, Jacob, ik heb je geschenken niet nodig, ik heb al zoveel, ben al zo rijk. Dan zegt hij daarmee eigenlijk, ik ben rijk in mezelf, ik heb aan mezelf genoeg. Esau leeft alleen maar voor goud, zijn eigen goud, zijn bezit, zijn welvaart. En wat doet zijn broer nou moeilijk? We zijn toch 20 jaar verder? Ja, dan hoef je toch onderhand niet meer schuldig te voelen, zeg. Waarom ben je zo bang, man? Je hebt me het eerste geboorterecht afhandig gemaakt. Ja, nou inderdaad. Je hebt me de bijbehorende zegen ontstolen. Inderdaad. Maar wat maakt het nou eigenlijk uit? Moet je eens kijken. 400 ruiters. En weet je wat ik allemaal in Seir heb? Kijk eens naar wat ik allemaal bezit. Weet je, dat klinkt door in wat Esau hier zegt. En dat is ook de reden waarom die Jacob zo hartelijk om de hals kan vallen. Dat is niet omdat hij vergevingsgezind is. Het is oppervlakkigheid. Het maakt hem allemaal niks meer uit. Esau is dezelfde Esau van vroeger. Niet alleen dat zelfmeet zijn, dat je het zelf allemaal doet, maar ook die geestelijke oppervlakkigheid zat er altijd al in. Toen hij achterloos dat eerst geboorterecht voor een kopje soep verkocht. Het zat erin toen hij zijn vrouwen koos. Kanaanitische vrouwen. Die, zo staat er in hoofdstuk 26, een bittere kwelling waren voor Isaac en Rebecca. En toen Esau zo boos was geworden, toen was uitgekomen dat Isaac Jacob had gezegend met de eerstgeboortezegen. En dat er voor hem Esau maar een heel mager zegentje overbleef. Zijn nageslacht zou het nageslacht van Jacob moeten dienen. Toen leek het even alsof het Esau toch echt wat kon schelen. Maar ook dat niet echt. Want waarschijnlijk kort na die tijd is Esau naar Seir getrokken en Seir ligt in het Overjordaanse, buiten het land van Gods belofte. Hij heeft het ook allemaal losgelaten ook. Daar heeft hij zijn bestaan op gebouwd, zonder God. En hoor wat hij nu zegt. Ik heb veel, ik heb genoeg, het is best zo. Weet u, hoe is dat bij u? Waar leef je voor? Is er in jouw leven ook geestelijk leven? Of lijk je op Esau? Kan het je eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaken? Leef je gewoon voor het vaderland weg? Ga je voor het goud van deze wereld? En zodra je het goed hebt in je leven, ja, dan is God ook weg. Dan is dat ergens op de achtergrond. Dan heb je hem eigenlijk niet nodig. Heeft u hem nodig? Beseft u dat u leeft voor het aangezicht van God? Dat er een God in de hemel is, die eenmaal ook verantwoording van je vraagt. Die het je zal vragen, hoe heb je nou je levenstijd besteed? De tijd die ik je gaf. Wat heb je gedaan ermee? Waar is je hart naar uitgegaan? Leef je voor mij of leef je voor jezelf? Horizontaal. Lijkt uw leven op dat van Esau? Laat ik het nog wat dichterbij brengen, want tussen Esau en Jacob en ons, daar zit natuurlijk een hele grote kloof in tijd. Lijkt uw hart op dat van Esau? Niet te moeilijk doen over God, over schuld, over je zonde, ook over genade en over zegen. Niet te moeilijk doen. Is het zo oppervlakkig bij u? Of lijk je toch meer op Jacob? Want dat brengt ons bij het tweede, God. Maar voor Jacob is het allemaal zo anders. Dat is overigens al best wel schokkend om te constateren. Jacob en Esau
Ze hebben samen in de buik van Rebekka gezeten. Ze zijn samen opgegroeid in het gezin van Isaac en Rebekka. Ze hebben, zeg maar, een gelovige opvoeding gehad. Allebei. En toch zijn ze zo verschillend. En is de uitkomst van hun leven zo verschillend. De een gaat voor goud, is geestelijk oppervlakkig. De ander leeft voor het aangezicht van God. Hij heeft God gezien. Bij hem merk je gaandeweg steeds meer geestelijke diepte. Esau is na 20 jaar nog dezelfde. Niks veranderd. Jacob is na 20 jaar niet meer de oude. Niet meer die oude bedrieger. Hij is Israël geworden. Strijder met God. Niet dat je dat meteen al merkt in dit hoofdstuk. Want Jacob heeft die nacht bij Peniel nog maar net achter de rug. Die nacht waarin er echt wat gebeurd is. Maar eerst lijkt het alsof Jacob verder gaat waar hij de dag ervoor gebleven is. En hij zet zijn gezin op volgorde. Als de zon is opgegaan, neemt hij weer voorzorgsmaatregelen. Dat is toch weer typisch Jacob, zeg je. De oude Jacob. De regelaar. Doe het zelf in het koninkrijk van God. En het is waar, uit Jacobs handelen spreekt nou niet bepaald godsvertrouwen, gemeente. Hij is nog steeds zo bang voor de wraak van Esau. Kijk, bekering komt ook niet op één dag. Wanneer je God en Christus kent, wanneer je biddend leeft, wanneer je hart naar God uitgaat, dan ben je niet in één keer een heel ander mens. Dat is een proces waarin de Heilige Geest je steeds dichter naar de Heere God toebrengt. En ja, dan kun je een punt bereiken waarin je met David zegt: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Dan kun je misschien een moment bereiken waarop je met Luther zegt: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. En op Pasen zing je: nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Ja, daar zit Jacob nog niet. Maar uit wat er volgt, blijkt wel dat hij veranderd is. Want dan zegt Esau tegen hem: Jacob, ik heb je geschenken niet nodig, man. Het is al lang goed. Ik heb veel. Maar dan dringt Jacob aan in vers 10. Nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien, alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent me goedgezind geweest. En dan ook vanzelf erachteraan: aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. En omdat ik alles heb. Wat heeft Jacob wat Esau niet heeft? Waarom kan Esau zeggen: ik heb veel en dat veel is genoeg, terwijl Jacob hier zegt: ik heb alles. Wat is het verschil? Het verschil zit hem niet in nog meer goud, nog meer bezit. Het verschil zit hem in God. Gods zegen, zijn genade, je hoort het al in Jacob spreken. Hij heeft het over dat God het hem gegeven heeft. Hij heeft het over dat hij in Esau moet terugdenken aan die nacht ervoor. Dat hij als het ware opnieuw God ontmoet. God die hem genadig was geweest. En nou is ook Esau hem goedgunstig. Weet je, dat is iets wat Jacob ook heeft moeten leren in zijn leven. Dat zit er bij hem ook niet van meet af aan in. Maar gaandeweg is hij dat gaan zien. Gaan inzien. Ik leef voor Gods aangezicht. En dat is wat er werkelijk toe doet in je leven.
Gemeente, wanneer je net als Jacob God kent, hebt leren kennen, dan krijgt het diepte en hoogte. Niet alleen maar meer oppervlakkig horizontaal, de lengte en de breedte van alles wat je zelf kan en alles wat je zelf bereikt en alles wat je zelf aan schatten op aarde verzamelt. Nee, vooral de hoogte van Gods goedheid, van zijn heiligheid, van zijn majesteit en de diepte van je eigen zondige bestaan. Je eigen ellende, je eigen hulpeloosheid, je troosteloosheid. Wat Jacob meer heeft dan Esau, ja, dat kun je eigenlijk samenvatten in de driedeling van de catechismus. Die kent u wel, toch? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat hoor je terug bij Jacob. Die angst voor Esau. Waarom zit hij er zo over in? Omdat hij zich schuldig weet. Jacob moet eerlijk bij zichzelf erkennen, ik heb de boel belazerd. Ik ben een hele lichter, een bedrieger, puur sang. En ik heb zelfs God op het hart getrapt. Omdat ik het zelf allemaal dacht te moeten regelen. En ik verdien niet dat Esau mij in de armen valt. Weet je, Jacob heeft genade gezocht, want hij heeft genade nodig. Dat woord kent hij ook, genade. Hij heeft genade gezocht in de nacht die achter hem ligt. Het heeft hem lichamelijk opgebroken. Hij gaat mank door het leven. Maar het heeft hem geestelijk winst gebracht. Want het heeft zijn laatste weerstand uit handen geslagen. Kijk, gemeente, in die nacht bij Peniel is er bij Jacob van binnen wat gebeurd. Je kunt zeggen dat Jacob als overwinnaar uit het gevecht met de Heere God gekomen is. Dat klinkt ook door in zijn nieuwe naam. Israël, dat betekent strijder met God. En u hebt overwonnen, staat er. En u hebt overwonnen. Maar Jacob heeft alleen maar gewonnen doordat hij zichzelf overgegeven heeft. Aan die man. In zijn handen. Zijn zegenende handen. Ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. Hij heeft zich die nacht, ja, je moet zeggen, eindelijk gewonnen gegeven aan de Heere God. Waar hij zijn hele leven voor had gevochten. Had gedeeld en gewield om maar die zegen te krijgen van God. Daar is hij nou echt gezegend. Door de Heere zelf. Maar dat kon pas toen hij hem gevraagd had, gesmeekt had. Zegen mij. Ik heb u nodig, Heere God. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Want zonder u kan ik niet. Zegen me met uw genade. Vergeving. Uw trouw. In mijn ontrouw, uw hulp, in mijn hulpeloosheid. Uw kracht, in mijn zwakte. Bij Peniel was Gods zegen Jacob te machtig geweest. En hij werd daaronder verbroken. En daarom noemt hij het ook Peniel. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En dan kom ik bij het derde en u. Want hoe is dat nou met u en met jou? Esau gaat voor het goud van deze wereld. Jacob gaat voor God en bidt hem om zijn zegen. Wat is het verschil? Gemeente, hoe krijg je nou die hoogte en die diepte in je leven? Wij zitten ook zo vaak in dat horizontale vlak, dat herkent u vast. Kun je zelfs in vastzitten soort van. Hoe krijg je nou hoogte en diepte in je leven? Nou, dan moet u er tussenuit. Als je de u weghaalt uit goud, blijft God over. Je moet er zelf tussenuit. Dat is de les die Jacob moest leren.
Hij moest zich overgeven in de handen van God. Hij was er zo druk mee om het allemaal zelf te fixen. Maar hij moet er tussenuit. Hij moet leren leven van genade alleen. Hij moet leren dat die zondaar is, zondaar blijft, maar dat God vol genade en trouw is. En dat je maar hoeft te vragen om zijn zegen. En hij legt zijn hand al op je hoofd. Hij wil je lege handen vullen met zijn rijkdom. Jacob weet over ellende, verlossing en dankbaarheid. Omdat hij zichzelf kent voor het aangezicht van God. Hij weet wat schuld is. Hij weet wat genade is. Hij weet ook wat dankbaarheid is. Hoor het hem zeggen tegen Esau. Alles wat ik hier heb, dat heb ik ook maar ontvangen. Dat komt van de Heere. Het is zijn zegen, Esau. Daarom neem mijn geschenken toch aan. Het is ten diepste niet van mezelf. Ik heb het ook maar gekregen. Ik meen, als je genade kent, word je vrijgevig. Kent u uzelf ook zo? Ken je jezelf, gemeente, in je ellende, buiten God? Ken je jezelf door de ogen van Christus, die door zijn sterven je van al je zonden verlost? Heeft het u dankbaar gemaakt? Leef je in en vanuit die dankbaarheid? In de overvloed van de goedheid van God, dat is zo'n rijk leven. Dat maakt echt verschil. Tekent dat uw leven? Op wie lijkt u? Esau? Jacob? Ben je er zelf tussenuit? Heb je je gelegd in de handen van God? Of niet? Aan het einde van het hoofdstuk nemen Jacob en Esau afscheid. En gemeente, in de manier waarop dat gaat, ontdek je toch ook weer iets van die oude Jacob. Hij laat het een beetje in het midden. Hij wil niet dat Esau meteen meegaat. Dat ze samen gaan. Want ja, er is iets met het kleinvee. Dat als dat wordt opgejaagd, dan gaat dat dood. Dat kan allemaal zo niet. Ik heb kinderen die zwak zijn. Dan zegt Jacob, ga jij Esau maar vooruit. Dan kom ik wel op mijn gemakje achter je aan. Tot ik bij mijn heer in Seir kom. En dan zegt Esau, nou dan doe ik er enkele van mij bij jou. Help ik je? Maar dan zegt Jacob, nee, waarom is dat nodig? Laat me genade vinden in de ogen van mijn heer. En dan gaat Esau, die gaat maar gewoon vast vooruit met zijn 400 ruiters. En wat doet Jacob? Gaat de andere kant op. Naar Sukkot. Gaat de Jordaan over. Bouwt een huis voor zichzelf. Maakt hutten voor zijn vee. Komt bij Sichem. Jacob en Esau. Weet je, Jacob houdt de boot af. Hij wil niet naar Seir toe. Hij had het natuurlijk gewoon moeten zeggen tegen Esau. Nee, Esau. Ik ga naar het land van Gods belofte. Kennelijk vindt hij dat toch nog te spannend. Dat Esau dan zou zeggen, ja, maar daar, als ik er niet heen ga, ga jij er ook niet heen. Jacob houdt de boot af. Hij kan het niet, hij wil het niet bij Esau zijn. Wat Esau zelf niet ziet, niet kan zien, oppervlakkig als die is, dat ziet Jacob wel. Namelijk dat ze zo van elkaar verschillen. Dat Esau veel heeft, maar dat Jacob alles heeft. En dat Jacobs leven zo anders is. Dat het verschil maakt, met of zonder God. Dat is een verschil van leven of sterven immers. Van eeuwig leven of eeuwig sterven. Het is het verschil tussen het beërven van Gods beloften of niet. En Esau gaat terug naar Seir. Dat ligt buiten Kanaan, buiten het beloofde land. Daar gaat Esau verder met zijn leven. En daarom gaat Jacob niet mee. Hij zoekt zijn heil in het land van de belofte. Hij wil het verwachten, blijvend verwachten.
van de zegen van God. Maar de Jacob weet dat wie buiten God is, dat die eenmaal vergaat. Voor altijd. Maar dat je in God, bij hem, nou juist zoveel heil, zoveel zegen mag vinden. In de Heer Jezus Christus mag je alles vinden. En alles bezitten wat maar nodig is. Gemeente, waar staat u? Wie ben jij? Laat het toch Jacob zijn. En als dat niet zo is, bekeer je dan vandaag. Bekeer je tot de God van Jacob. De God van Israël. Tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En zoek bij hem je geluk. Want dat is alleen geluk. Als hij je vader, je verlosser en je vernieuwer is. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Geroeid hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, een zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, laat ons dat uit het hart gegrepen zijn. Dat u ons deel bent. En dat het ons hartelijk verlangen is om onze zegen bij u te zoeken. Breng ons af, Heere, van het goud van deze wereld. Dat vergaat immers. Dat houdt zijn waarde niet. Daar kunnen we uiteindelijk niets van meenemen. Het eeuwige leven, waarmee u wil zegenen in uw Zoon, de Heer Jezus, dat houdt zijn waarde, dat zal blijven bestaan. Trouwe Vader, geef dat we, dat ons leven daarin getekend mag zijn. In dat van Jacob, zoals we het tegenkwamen, Heere. En ja, dan herkennen we ons ook in die angst van Jacob, die blijvende angst, in dat klein geloof van hem. Maar er was een geestelijke dimensie, een hoogte, waarin hij u zag, heilige God. En een diepte waarin hij zichzelf zag, in zijn ellende en zonde. En Heer Jezus, u bent het kruispunt waar God en mens samenkomen. Doe ons dan in u alles vinden wat nodig is. Heere, dank u voor wat u gaf in deze dienst. Uw woord, het samen zijn. Ga met ons mee als we hier vandaan gaan. Geef ons een goede zondag vandaag. Een dag waarop we ook mogen uitrusten. En wilt u ons dan vanmiddag weer hier in uw huis brengen om opnieuw te mogen proeven van de eeuwige rust. Vergeef ons wat niet was naar uw wil in spreken en luisteren. En hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 31, het 15e vers. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.